Het ecologisch beheer van water en groen in de wijk Drielanden is onvoldoende. Dat vindt GroenLinks. Ook het beheer van sloten gaat volgens GroenLinks niet altijd verantwoord. En dan gaat het met name om het maaien van riet. Zo kwam vorige week een maaiboot delen van het riet wegmaaien, terwijl er op dit moment in het riet en in de sloot allemaal jonge vogels zitten. Er zijn hier in het verleden al vaker incidenten geweest. En nu vorige week is een grote maaimachine hier door de sloten getrokken. En dat past nou niet echt bij ecologisch beheer. Want doordat je dat doet, slaan dieren op de vlucht, tas je planten aan. Dus dat past niet bij het ecologisch beheer zoals wij dat voor ogen hebben. GroenLinks zou graag willen dat er voor Drielanden een ecologisch beheerplan komt, waarin een aantal criteria worden vastgelegd. Met deze criteria kan worden getoetst of het beheer van water en groen goed wordt uitgevoerd. Ook de bewonersvereniging kan hierin een rol spelen. Het zou heel goed zijn als de gemeente ook contact opneemt met de bewonersvereniging. De bewonersvereniging heeft ook veel kennis van hoe dat hier zit met het elofietenfilter en de andere delen van het ecologisch beheer. Het is goed om dat contact ook aan te gaan. En wat wij nu eigenlijk aan het college gevraagd hebben is, nou, hoe gaan jullie dit nou toch in de toekomst te voorkomen? We hebben gevraagd naar die beheerplannen, maar we hebben ook gezegd, hoe gaan jullie dit aanpakken? Hier in Drielanden, maar ook elders. En het is heel goed als de bewonersvereniging daar een rol bij speelt, denk ik.